Ja, hallo. We realiseerden ons ineens, het is vandaag 18 juli, dat over het algemeen, zover we ons goed kunnen herinneren, dat in de tweede week van juli het altijd Halsterse kermis was. Nou, dat is lang geleden, want de Halsterse kermis die bestaat eigenlijk niet meer. Sterven na dood. En toch zeker wat dit jaar met de crisis. En de kermis was al verhuisd van het dorp naar Landgoed de Beek, wat natuurlijk al helemaal een ontkrachting van het kermisgebeuren was. Maar we herinnerden ons ook ineens dat we ooit een filmpje hebben gemaakt op die Halsterse kermis, toen we met onze kinderen, die nog heel klein waren, tijdens een verlof uit Kenia thuis waren en met die kleintjes naar de kermis gingen. Maar als we wat verder teruggaan in de geschiedenis van onszelf, dan herinneren we ook de kermissen toen we nog een jonge gast waren en Halsteren nog Halsteren was en het ene café zo een beetje tegen het andere aanleunde en je daar dus tijdens de kermisdagen, zodra je toen al het café in mocht en een biertje mocht kopen, veel plezier aan beleefde. En als je dan van Vogelenzang tot aan de Beek liep, dan had je, ja, we kennen ze niet allemaal meer op een rijtje, maar er waren er heel wat gelegenheden waar je naar binnen kon en je kwartier kon zoeken. Maar tegelijkertijd was er natuurlijk ook de kermis met al zijn attracties. En ja, dat is verleden tijd. Kermissen in een dorp, die leven bijna niet meer. Er is zoveel andere mogelijkheden van vertier dat een kermis nauwelijks nog bestaansrecht heeft. Maar we vinden het leuk om toch dit oude filmpje nog eventjes tot nieuw leven te wekken. Sommigen van u zullen het misschien al wel een keer hebben gezien. Maar het is een bijzonder ding. Stukje na stukje historie. En ook een blik in de straat, dorpsstraat van Halsteren, terwijl het daar kermis was en de drukte die dat toen teweegbracht. We hopen dat u als Halstenaren, vooral de wat ouderen, dat u daar nog enig plezier aan mag beleven en toch eigenlijk een klein stukje historie en nostalgie en gevoel terugkrijgt bij wat toen de kermis was, ja, en wat het nu niet meer is en ook nooit meer zal worden. Dank u wel. Ja, het was half juli, ik denk 1973, toen we in Halster waren en dat het Halsterse kermis was. Onze kinderen waren nog klein en ze kregen van opa en oma een zakcentje, een kermiscentje, om naar de kermis te gaan. En het eerste wat ze zagen, dat was de draaimolen die toen nog bij het oude raadhuis stond en altijd voor enorm veel vertier zorgde, zoals u kunt zien. Kinderen vonden het prachtig om daar rondjes mee te draaien en zo het kermisbeleving volledig te kunnen meemaken. De kermis in Halsteren was toen ook nog echt een levende kermis. En veel mensen kwamen erop af. Het was altijd een drukte van belang. En nou, vooral als het mooi weer was natuurlijk, dan genoot iedereen van de kermis, jong en oud. De jongeren en de kinderen, zoals u ziet, natuurlijk van alles wat daar aan leuke speelwerktuigen stond. En de ouderen die hadden het meer gemunt op wat er in de cafés afspeelde. Maar u ziet hoe gezellig druk het op die kermis is. En ja, van allerlei attracties en natuurlijk verleidingen waren er te vinden. En kijk eens hier in de Dorpsstraat, op de achtergrond de Sint-Martinuskerk. Met ja, volop mensen die over het kermisterrein wandelden, slenterden. Je had toen nog geen braderie, het was natuurlijk pure kermis. En hier zitten we een frietje te eten bij Jan van Zanten in zijn cafetaria destijds. En toch nog weer eens een keer opnieuw in de draaimolen, opnieuw voor het gemeentehuis. Want kijk, die twee mannetjes van ons, die waren natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in al die leuke dingen. En genoten daar met volle teugen van. Een leuke draaiorgel, een mallemolen zoals ze toen zeiden. En op de achtergrond keurig dat geveltje van het gemeentehuis, het oude raadhuis van Halsteren. Waar nu Marco zijn restaurant heeft, Sint-Martinuskerk. En nog weer een andere attractie. Allemaal even leuk en spannend natuurlijk, hè. Het is niet meer zo, het is jammer. Het is nu, ja, zoals we al zeiden, half juli. En dat was dan meestal het weekend van de kermis in Halsteren. En dan kon je de klok op gelijk zetten en velen keken er in die periode naar uit. Nog even wat zoets meenemen naar huis, een paar zuurstokken en wat spekken. En de botsouders konden natuurlijk ook niet
onbenut gelaten worden, spannend met moeder in de botsauto's en zoveel mogelijk botsen tegen anderen. Ja, dat was